Nou, ik heb deze green zapper uitgevonden. En dat is een normale afstandsbediening. Maar er zit een schuddynamo in. Dus dan moet je schudden en dan krijg je energie, waardoor het nooit leeg gaat. Dus veel beter, geen stress meer. Nee, dat ook, ja. En beter voor het milieu. En toen heb ik aan Green Dream District meegedaan. En daar heb ik gewonnen. Oké, dus ze vonden het een goed idee. Ja. Nou, ik doe aan topsport schaatsen. Wedstrijdschaatsen eigenlijk. Oh. Nou, toen ik klein was, toen schaatste mijn zus ook al. En mijn ouders hebben me daar toen gewoon opgezet. En toen ik klein was, vond ik het eigenlijk helemaal niet leuk. Toen vond ik het eigenlijk steeds leuker. En toen werd ik ook steeds beter in. En uiteindelijk was ik beter dan mijn zus. En toen is mijn zus eruit afgegaan, want die vond het niet meer leuk. Omdat ik beter was. En toen hadden ze mij gevraagd voor wedstrijdschaatsen. En toen ben ik gaan wedstrijdschaatsen. Pas toen ik pupil A was, toen begon het een beetje goed te gaan. Toen kwam ik ook steeds dichter bij de andere kinderen. En toen mocht ik uiteindelijk aan het Nederlands kampioenschap marathon meedoen. En daar ben ik toen eerst geworden. Ik speel viool op best wel hoog niveau. Ja, nou, dat was mijn zus die eigenlijk eerst op het idee kwam. En die ging toen op viool, maar die bleef ongeveer 1-2 weken op viool. En toen zei mijn vader, nou, ga er dan maar af. En toen wou hij eigenlijk liever niet dat ik op muziekles ging. Maar het wou ik heel graag, dus toen mocht ik alsnog 2 jaar later. Hoe kwam je er nou achter dat je er echt eigenlijk heel goed in was? Of bent, nog steeds? Eigenlijk vooral toen mijn leraar vroeg of ik niet naar het conservatorium zou moeten gaan. Dus ik was er eerder nog niet echt afgekomen. Ik wist wel dat ik beter speelde dan kinderen van mijn leeftijd. Maar ik had nooit echt gedacht aan echt violist te worden. Ja.